Hey YouTube, tof dat je kijkt naar een nieuwe review. Hier ben Thomas Opens, met een beetje American craft beer. America. Moet ik altijd denken aan Iron Man 3. Iron Man 3. In joke. Ben Kingsley als The Mandarin. En hoe hij daar op een gegeven moment America zo mooi kan zeggen met zijn hele accentje. Fantastisch. We hebben hier van Oscar Blues Brewery, de Volume 8. Een Imperial Stout aged in port en rye whiskey barrels, 12,5% in alcohol. Oscar Blues. Voor de duizendste review heb ik een hele leuke side-by-side gedaan van Oscar Blues 1050 versus 1050 Barrel Age. En ja, tuurlijk, daar staat Oscar Blues voor de meeste Nederlanders echt wel heel erg bekend om. En ook in Amerika natuurlijk. Maar ze doen heel veel dingen. Van pilsners tot pale ales tot IPA's. Brown ale volgens mij hebben ze ook. Van alles. En hun barrel age programma is veel groter dan alleen de 1050 bourbon barrel age en de variaties daarop. Dus dit is wel heel erg leuk. En ik heb dit bier mogen ontvangen van Steven. Hij stuurde een hele mooie biermail. Met heel veel bieren erin. Waaronder deze. Vond ik echt heel gaaf. En daar wil ik even iets over terugkoppelen. Het is mij in de alle drukte van de laatste tijd ontgaan. Dat ik onlangs het 6-jarig jubileum heb gehad van Thomas Opens. We zijn alweer een jaar verder sinds het 5-jarig bestaan van het kanaal. En één ding wat ik tegen mezelf zei toen ik het kanaal begon. Hahaha, wat zou het grappig zijn als ik ooit eens een keer iemand heb die mij een biertje stuurt. Zij het een kijker of een webshop of een brouwerij. En we zijn 6 jaar verder. De bieren die ik heb mogen ontvangen van zoveel van jullie, waaronder jij Steven. Dat was echt fenomenaal. Bourbon Counties als mystery beers. De mooiste barrel-aged barley wines en stouts, de heerlijkste lagers, fijne IPA's, lokale bieren, buitenlandse bieren, de meest bizarre dingen die ik heb mogen ontvangen in het kanaal. Beermail uit de States, tot 2 keer toe beermail uit de UK, beermail uit Italië, Saverio, beermail uit België. Woorden zijn niet genoeg om mijn dankbaarheid uit te drukken naar iedereen die mij daarin gesteund heeft door de jaren heen. Dat is gewoon ontzettend gaaf. Het is nooit het opzet geweest van het kanaal. Het is natuurlijk wel heel erg leuk. Dat maakt het kanaal makkelijker om te maken. Ik voel me dan echt zo'n influencer, zo bedoel ik het allemaal niet. Maar zo is het wel. En ik vind het gewoon heel bijzonder. Waaronder dus zoiets als een Oscar Blues. Een Amerikaans barrel aged bier. Pakken het glas er even bij. Port barrel aging. Vind ik op zich over het algemeen heel erg leuk. Het kan ook verkeerde kanten opgaan. Maar ik vertrouw Oscar Blues wel. En rye whisky. Rye whisky is... Oké, ik ben echt een bourbonman. Ik hou van al mijn whiskies. Of het nou single malt is, single grain. Het kan bij mij alle gekke kanten op. Mag overal wegkomen vanuit... Vandaan komen. Wegkomen. Vandaan komen uit de hele wereld. Maar... ik heb een voorkeur voor bourbon rye. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen. We gaan hem openmaken en zien wat dit doet. 12,5% in alcohol. She gonna be big one. Oef. En die schenkt inderdaad heel erg mooi donker. Zo goed als zwart. In de kleur een beetje donkerbruin bij het schenken. Maar ik denk voor jullie, wat jullie gaan zien en ik op het moment ook, gewoon... zwart in het glas met die schuinkraag, jongens. Wat een kleurtje. Wat een kleurtje. Koffie met een beetje melk erdoor bijna. Heel mooi donker. Als het zo heerlijk gaat ruiken en smaken als het eruit ziet, dan heb ik niks te klagen. Laten we eens even kijken wat dit doet met de neus.
kom zo weer bij jullie hoor. Er zit een soort van... Het is niet rokerig als rauchbier, maar er zit zo'n soort van smoky leather tobacco, leer tabak, rokerig umami randje aan. Lekker hartig. De port komt echt heel mooi door. De port geeft echt een wat volle roodfruit zoetheid, een beetje kruidigheid mee. Het vervelende is aan port barrels. Wanneer erop staat port barrels, kan het natuurlijk in principe van alles zijn. Ze kunnen gewoon portvaten gebruikt hebben. Ik vermoed dat we hier wel richting Ruby en of Tawny gaan. Maar het kan natuurlijk van alles zijn. Witte port, Ruby port, Tawny port. Vaten die heel lang hebben gelegen, vaten die heel kort hebben gelegen, wie weet. Kijk, als je heel erg specifiek erop zegt, het was een Ruby, het was een Tawny, het was, weet je, van iets van een bepaalde vintage. Port, oké. Okay. Komt absoluut door. De rye, of vanuit de rye whisky, kijk, rye whisky, bourbon whisky, ligt in principe relatief dicht bij elkaar. Je kan wat meer dingen doen bij rye dan dat je bij bourbon kan, want bourbon moet natuurlijk hè, de nieuwe vaat allemaal. En bij rye whisky is het volgens mij net iets anders. Bourbon moet 51% maïs zijn. Rye is natuurlijk 51% minstens rogge, meestal wel wat meer. Het geeft die bite wel een beetje mee. Volgens mij, maar dit moet ik even weer uitzoeken, volgens mij mag je bij rye ook een beetje meer spelen met de vaten. Hoeft het niet per se nieuw eiken te zijn, zoals bij bourbon, maar dat moet ik even uitzoeken. Ik weet namelijk dat we een hele mooie rye whisky verkopen bij ons in de winkel. Ik moet de winkel weer noemen, excuses. Maar die heeft gerijpt op Sauternes, ook iets met port. Een 15 jaar oude of een 12 jaar oude. Een 12 jaar oude of een 15 jaar oude Whistlepig. Ik zou het even moeten opzoeken. Maar dat rogge karakter komt er heel mooi door. En daaronder krijgen we de stout. En het is een barrel forward bier. En dat moet ook, natuurlijk. Maar massive beer reviews. Dude, if you're watching this, you're probably not, but, you know, you shifted my opinion a little bit towards how I view barrel aging. Yes, I still feel that you need to have a good balance between the beer and the barrel. That's why I usually say 12 months, 9 to 12 months is a good time for me in the barrel. However, I've been noticing that you're probably right about one of your comments about how longer in the barrel is usually better, like 2 or 3 years is the sweet spot for you. This... I have no idea how long it was in the barrel, but it feels like it spent a decent amount of time there. Er is een beetje een boozy randje. Je krijgt eiken en vanille. Dat rood fruit karakter wordt steeds sterker. Het heeft dat umami dingetje. Beetje droppig. Mooi geroosterd. Maar er zit best een scherp boozy randje aan. En dit is echt een bier dat je wel even moet laten staan. Dus check als ik hem ga inchecken, want dat doe ik steeds minder, maar check de check-in om te zien wat mijn uiteindelijke gedachten waren. De port is momenteel toch wel de overheersende factor voor mij. Niet dat ik dat erg vind. En vanuit het bier zelf, wat ik al zei, het is heel veel momenteel die soort van leer tabak tonen. Dat soort van bijna richting een soort van licht smoky randje, zonder dat het echt rokerig is, komt het meeste door. De typerende dingen, het geroosterde mout ook. Een hint van koffie. Ik krijg nog niet heel veel van dingen zoals je wat je vaak verwacht natuurlijk bij stouts tegenwoordig, chocolade. Het zal er ongetwijfeld misschien een beetje onder verstopt zitten. Maar dat gaan we straks wel merken als ik een slokje neem. Qua neus vind ik dit spectaculair. Echt heel erg lekker. Ik kan er heel erg van genieten. Beetje tannines. Alleen ja, goed, wat ik al zei. Hij is een beetje boozy. Hij is wat aan het scherpe kantje. Maar dat trekt waarschijnlijk met verloop van tijd van wel weg. Ook weer een nadeel aan wat ik dus vind met Untappd. Er zijn veel te veel mensen die hebben... Hè, dat gaat... slokje... fotootje, check-in. Je moet het bier een beetje laten ademen. Kijken wat hij doet als hij een tijdje open staat. We gaan eens even een slokje nemen en zien wat het doet. Steven, dankjewel jongen. Proost.
Dan is het een beetje jammer dat hij een beetje tegenvalt nu. Of tegenvalt. Voldoet niet aan de verwachtingen wat je krijgt bij de neus. Je krijgt heel veel port. Je krijgt heel veel bitterheid. Heel veel koffiebitterheid. Zelfs een beetje dat wrange toontje van koffie. En dat wrange vanuit een port is en blijft een versterkte wijn. Dus ook daar zit een klein beetje dat wrange toontje in. Dus dat scheelt allemaal. Dat is wel heel goed. Maar qua mondgevoel valt hij een beetje tegen. En de finish momenteel is best veel scherpe alcohol. Dus waar hij in de neus, dat scherpe randje dat ik dacht, misschien zwakt dat ook nog wat af hoor in de finish. Maar in de finish is het momenteel best veel, weet je, zo van dat, ik kan het niet anders uitleggen, dat een beetje omhoog komt. En ik vind het nog steeds geen slecht bier aan zich. Dus het is misschien even dat hij daar even in moet ademen. Maar ik had vanuit de neus een beetje meer body verwacht. Hij komt voor mijn gevoel niet heel dun over als ik hem wals. Ik had ietsje meer body verwacht. En wat ik al zei, dat scherpe dingetje dat een beetje blijft hangen is een beetje jammer. Want die port die in de smaak terugkomt is gewoon heel erg mooi. Dat die koffietonen die ik in de neus een klein beetje krijg, maar in de smaak gelukkig veel meer. Het leertabak. Oh, wat ik al zei, er zit echt wel wat heat achter. Hitte. Echt een beetje alcohol burn. En dat is wat op het moment een beetje afbreuk doet aan dit bier. Wat ik qua smaken krijg, vind ik lekker. Wat ik qua neus krijg. Vind ik spectaculair. En ik denk dat ik hem gewoon even uit moet schenken. Neem ik zo even een fotootje voor de gram. En dan straks eens even kijken wat dit doet als die even een tijdje gestaan heeft. Even laten ademen. Kijken of dat ietsje afzwakt. Maar ik voel gewoon echt hier. Even sorry dat ik mijn tong even uitsteek. Maar hier. Hè? Voel ik gewoon echt dat, dat hitte van de alcohol komen. En voor 12,5%, dat is natuurlijk best een unit. Maar ik heb bieren gehad van 15-16%, waar dat veel minder was. Dus dat is het enige wat ik aan de ene kant wil zeggen, als dat het enige is wat een struikelblok is. Maar qua struikelblok is het wel een volle. Smaaktechnisch en geurtechnisch. Vind ik het helemaal niet vervelend. Absoluut niet. Alleen het is gewoon op het moment even die alcohol burn. Die misschien net een tikje te is. Het is leuk dat die rye whisky een beetje meer naar voren komt. Gek op een goede rye whisky. Ik moet binnenkort weer eens een keer een goede rye in huis halen. Grappig feit trouwens voor iemand die vanuit vroeger heel veel met whisky gedaan heeft. En natuurlijk tegenwoordig nog steeds. Ik bedoel vanuit mijn werk. Ik koop eigenlijk bijna nooit meer whisky. Ik proef de mooiste dingen via het werk. En weet je, ik zit bij proeverijen die wij op het werk geven. Ik geef zelf proeverijen. Ik ga naar proeverijen vanuit het werk. Dat de dingen die ik... ga je naar proeverijen toe omdat je wordt uitgenodigd. Ik proef de mooiste dingen. Als ik al iets in huis had, dan is het vaak een mooie Buffalo Trace. Het is een Woodford Reserve. Gewoon mooie drinking bourbons. Maar ik moet weer eens een keer een mooie rye in huis halen. Want stiekem heb ik een grotere zwak voor een rye dan dat ik heb voor een bourbon. En die rye komt wel heel mooi door. Steven, als je kijkt, geen zorgen. Ik vind het echt een heel gaaf bier om te reviewen. En ik vind het ook een heel erg leuk bier om te drinken. Alleen wat ik al zei, nu even die hitte. Maar er is een hele goede kans dat het afzwakt. En dan is hij straks gewoon een stuk lekkerder om te drinken. En die port. Wow. Die port zit er echt wel in de smaak hoor. Wauw. Fantastisch. En dat is misschien het enige nadeel dat...
met port barrel aging is dat de port soms heel erg intens aanwezig kan zijn. Je moet echt van port houden om een port barrel aged bier te kunnen waarderen. Ik weet genoeg mensen die niet van whisky houden, of van bourbon of van rye, maar wel barrel aged variaties ervan kunnen, bieren ervan kunnen drinken. Je moet echt van port houden, want ik denk als je niet van port houdt, dat je dit ook te intens gaat vinden. Gelukkig hou ik van port en van rye, dus daarom past dit perfect bij mij. Jongens, dat was hem voor deze review. Steven, hartstikke bedankt. Gaaf bier. En ik ben heel benieuwd, want ik heb nu drie dingen die ik eerst even moet opdrinken. Ik ben heel benieuwd wat hij over een uurtje of twee, als dat allemaal op is, hoe die dan verder evolueert. Maar dit vind ik in ieder geval al heel erg gaaf. Een Oscar Blues Barrel Aged Beer in een beerbel. Go fucking figure. Voor de tweede keer, hè. Vond je de video leuk? Klik op like. Vond je hem heel erg leuk? Klik op abonneer. Onder in de omschrijvingbox doe ik even links naar alle social media. Een link naar de Dutch Beer Collective en een link naar mysterybeer.nl. Laat wat comments achter. En ik zie jullie allemaal bij een volgende review. En tot dan. Proost.